Er was dit jaar, zoals logisch is en ook hoort bij een samenleving, verdeeldheid. Verdeeldheid op onderwerpen zoals bij de windplannen. Enerzijds enorm belangrijk voor onze bijdrage aan de klimaatafspraken en anderzijds een heet hangijzer voor een deel van onze gemeente. Ik hoop oprecht dat we ons blijven laten leiden door het goede gesprek en dat we ons niet uit elkaar laten drijven. We mogen van mening verschillen. Laten we op zoek blijven gaan naar de gemene delen. Wat verbindt ons wel? In 2020 gaan gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners samen aan de slag om plannen te maken om via de gebiedsgebonden bijdrage te investeren in landschap, in duurzaamheid en leefomgeving. Elkaar vinden op het hogere doel. Een duurzaam, mooiere gemeente.